Wat jaren geleden bij het maken van een parkeerkelder voor het gebouw van Zinder zijn er ook delen van de oude stadsmuur gevonden uit de 15e eeuw van Tiel, die eens deel uitmaakte van de versterking van de stad Tiel bij de Westluiderse poort. Die delen die zijn jaren opgeslagen geweest op de voormalige gemeentewerf. En dan ga je denken van, wat ga je daarmee doen? Gaan ze in de puinschredder of kun je er wat leukers mee doen, zodat je de stedelijke structuur van Tiel versterkt, zodat je de historische identiteit van Tiel mooi kunt laten zien? Nou, dat laatste hebben we gedaan. Waardevol Tiel en de vereniging Outletkamer voor Tiel en Omstreken, die hebben het voortouw genomen en die hebben een deel van die oude stadsmuur weten te redden. En die is door middel van een prachtig artistiek jasje, vormgegeven door Cor Litjens, is dat tot een heel mooi sieraad voor onze stad geworden. Dat artistieke jasje wat er nou omheen zit, dat was een eis van de gemeente Tiel. Want je kunt niet zomaar een stuk steen neerleggen, want er kunnen brokstukken afvallen. Die kunnen gepakt worden door qua jongens en die kunnen dan ergens door een ruit gegooid worden. En dan is de gemeente aansprakelijk. Bovendien zei de monumentenzorg van ja, als we dat stuk steen zo neerleggen en de regen en de vorst die komt er overheen, dan kun je erop wachten totdat alle stenen los liggen en dan gaat het fragment verloren. Dus we hebben door middel van dat artistieke jasje dat er omheen zit gezorgd voor veiligheid en voor, ja, laten we zeggen, conservering van dat grote stuk stadsmuur. En het is een prachtig geheel geworden die straks een sieraad kan zijn voor de stad in combinatie met de vlindertuin waarin deze steen ligt. Het idee ontstond eigenlijk doordat de monumentenwacht zei dat hij eigenlijk aan de bovenkant een afdakje moest hebben, deze steen, bij terugplaatsing. Omdat hij, als hij inwatert, dat hij dan kapot gaat vriezen in de winter. En toen heb ik een constructie bedacht met een onderplaat, twee zijplaten aan de kopse kanten en een dekplaat van beton. En dat geheel is hier nou geplaatst. En op de kopse kant heb ik een afbeelding van de oude stadsmuur, een tekening uit de 17e eeuw, heb ik geprojecteerd. Die is in snijfolie op de bekisting aangebracht en toen later weer uitgepeuterd, waardoor je een relief op de kopse kant hebt. En dat is eigenlijk wonderbaarlijk heel mooi gelukt, dus dat ziet er heel mooi uit. Je krijgt ook een indruk van hoe dat de situatie hier ooit is geweest in de 17e en de 18e eeuw. De realisatie van dit prachtige project vergde een bedrag van 10.000 euro. En dat had de gemeente Tiel niet zo op de plank liggen, dus werden er sponsors gezocht. En die werden gevonden in de vorm van de Jan Nieuwenhuizen Stichting, de vereniging Outletkamer voor Tiel en Omstreken, Waardevol Tiel, de stichting Historische Evenementen Tiel en ook nog Bakkerij van Ooyen heeft ook bijgedragen dat dit zo gerealiseerd kon worden. En we hadden ook een sponsor in Natura, dat is de firma Schildmans die al dat zware takelwerk heeft gedaan. Want ik heb me laten vertellen dat dit broksteen zo ongeveer ruim 4000 kilo weegt. Dus daar kun je niet zo even optakelen, daar is een specialistische visie en apparatuur voor nodig.